Andrew Parker, een luchtballonpiloot uit Nieuw-Zeeland, heeft afgelopen zaterdag een demonstratie gegeven van zijn luchtballon. Hiermee heeft hij het Flying High for Kids wereldballonnenproject, dat in 2013 gestart is, ook in Suriname gelanceerd. Het doel van dit project is kinderen te stimuleren hun droom achterna te gaan. Parker is door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, benaderd om tijdens zijn wereldtour door 100 landen ook Suriname aan te doen. De luchtballonpiloot is zeer ingenomen met de cultuur en de Surinamers die hij heeft ontmoet. Suriname is zijn 78ste land dat Parker tot nu toe heeft bezocht. This one I'm traveling to 100 countries and encouraging children to follow their dreams. So I drive around the world, I drive from country to country, and I usually take the balloon to schools. And so I get the kids involved and encourage them to follow their dreams, because I wanted to be a balloon pilot since I was 6 years old, so I share my story with them, and that's why I want to encourage them. So I had a dream, and so that they can also follow their dream as well. I've just flown this morning over Paramaribo, and it was a beautiful flight, really beautiful. And I'm heading to Nigeria next, so I'll hopefully fly there on Thursday, and it will just depend on the weather. And then after that I will be heading on to Guyana, and over the coming months I'll be heading all the way to Canada. So still a bit of a way to go. Reina Raveles, directeur van HINT, zegt dat het ministerie een paar weken terug begonnen is met de Think Tourism campagne. Het ministerie wil hiermee de samenleving erop wijzen dat er veel met toerisme gedaan kan worden. Het wereldballonnenproject van Parker kan ook in Suriname een toeristische attractie worden, zegt de directeur. Maar we volgen hem zelf al een tijdje, waardoor we een aantal activiteiten konden plannen samen met hem. Hij heeft in Suriname prachtig, vooral in toerisme ziet hij als potentieel. Maar komende maandag in de Kamer van Koophandel om 7 uur gaat hij presenteren wat hij zelf denkt dat Suriname als potentieel heeft op het gebied van ballonvaart. Ik hoop toch dat er in de Kamer van Koophandel een paar jongeren komen. En we gaan naar Nikeri, dus bij deze zijn de kinderen van Nikeri uitgenodigd om te kijken naar ballonvaart. Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Zij sprak zaterdag over activiteiten die het ministerie heeft gepland met de ballonpiloot Andrew Parker. De demonstratie van de luchtballon is gehouden op het terrein van het Sailand Internaat aan de Ploksstraat.